Vandaag een hamburger gevuld met mango chutney van Bavette op de braai. Oftewel, een Bavette burger. Ik ben Ralf de Kok, professioneel barbecuer. En elke week maak ik een fantastisch gerecht. Van super eenvoudig tot mega culinair. Ik heb mijn braaimaster inmiddels aangestoken. En het zal zijn, 10 minuutjes geleden pas. Dus dat gaat echt super, super vlot. Dat gaat wel goed, maar we moeten onze eigen kooltjes maken. Met zo'n, met zo'n apparaat, zo'n braaimaster, maak je dus je eigen houtskool door met hout te stoken. En dat hout is heel erg bepalend, een beetje voor de smaak, maar ook qua hitte, hoe het brandt. Op dit moment ligt er essenhout in. Essenhout, dat is een vrij harde houtsoort, maar geeft een hele mooie vlam. Dat is ook perfect voor de sfeer natuurlijk, voor de warmte. Maar geeft ook een mooi subtiele rooksmaak als het ware, een mooie houtsmaak geeft het. Dus ik vind dat heel erg mooi om op te koken. Er zijn natuurlijk heel veel andere soorten die ook wel een beetje smaakbepalend zijn. Bijvoorbeeld eiken, dat brandt lang niet zo heftig als dit, maar dat gloeit meer. Beuken geeft van die hele kleine embers, van die hele kleine kooltjes als het ware. Wordt bokken heet. Brandt niet zo super lang, maar wel heel erg heet. Ik kan je nog meer laten zien. Sekelboshout uit Afrika, uit Zuid-Afrika. Het is daar een plaag gewoon, hoeveel het daar groeit. Het is echt bokken, echt super, super hard. Dus het lijkt wel een beetje op olijfhout. Nou, dit brandt natuurlijk ook een stukje langer dan bijvoorbeeld dat essenhout. En zo kunnen we een beetje bepalen wat de temperatuur wordt en een beetje de subtiliteit van de smaak. Nog een stukje hout wil ik laten zien, check. Dit is zo zwaar als een baksteen, als het al niet zwaarder is dan een baksteen. Dit is een van de hardste houtsoorten ter wereld. Dit is quebracho, de quebracho roja, de rode quebracho. Hier heb ik ook ooit houtskool van naar Nederland gehaald. Een bekend merk inmiddels. Ja, dit brandt zo vreselijk lang. Dat is ongelooflijk. Een enorm hoge calorische waarde. Uit Argentinië. Dus zo kun je dus met zo'n braai, met het maken van kooltjes, kun je al spelen wat betreft hitte, sfeer en smaak. Ik heb natuurlijk een hartstikke mooie Bavette. Ja, wie maakt er nou een burger van Bavette, hè? Ja, als je een vleesliefhebber bent, dan wel denk ik. Want denk eens aan een steak tartare van Bavette. Als je gewoon een tartaartje eet van Bavette, is zo mooi. Hamburgertje, zak, zak, zak. Mooi rood van binnen. Dat is de bedoeling, hè? En natuurlijk, omdat die rood van binnen mag zijn, een lekkere mango chutney. Dus eigenlijk is dat in plaats van al die smaakmakers en de saus en al die dingen. Mooie chutney gaan we maken. Gaan we ook op de braai doen in de skillet. Gaan we zo mee beginnen. Dus eerst even mijn vleesje uitpakken. En de rest ga ik straks natuurlijk gewoon lekker een steak van maken. Kijk, een Bavette is altijd in de vorm van een halve maan, als het ware. En het heeft een, kijk zo, als je het uitklapt zo, altijd een beetje rond. En het heeft een hele grove draadstructuur. Hè? Die draad noem je dat, zeg maar het spierweefsel, enorm grof. Nou is het ook een beetje belangrijk of afhankelijk van wat voor een beestje je hebt. Hè? Hoeveel, wat ze hebben gegeten, wat voor soort rund het was. Want niet elk stukje Bavette is hetzelfde. Maar dit is het. Dus ik ga hier een mooi stukje van afsnijden. En dan ga ik dat mengen met wat rundervet. Ik vind een mooie verhouding van hamburgervlees, hè, van het vlees van de hamburger, 80% vlees, 20% rundervet. Nou, dus nogmaals, een beetje afhankelijk van wat het beestje gegeten heeft, hoeveel intramusculaire vetten zo'n stukje vlees heeft. Dit is vrij mager, dus ik doe er toch wel ongeveer 20% vet bij in. Zo, we gaan er dus een stuk afsnijden. Dit ga ik gebruiken en nog een stukje van dit puntje. Precies 400 gram. Dat is mooi rekenen, want dan hebben we 100 gram vet nodig. En dat vet, hè, je hebt misschien in een andere aflevering van mij gezien, ik bewaar altijd mooie stukken vet. Dus van bijvoorbeeld van côte de bœuf, van ribeye, van staartstukken, picanha. Over picanha gesproken, laatst nog een hele leuke picanha steak gemaakt hier, ook op Tendisse. Hier na te kijken. En daar zie je ook dat ik het vet eraf haal. Dit vet heb ik van een heel oud rund, een dubbeldoel rund. Zeker 8, 9 jaar oud is die. Je ziet ook dat vet helemaal mooi. Dat is gewoon goudgeel. Zie je hoe mooi dat is. Dit is zo zacht. Dit smelt al bijna bij kamertemperatuur. Ja, dit is toch wel ongeveer 100 gram. Dat is echt puur toeval, maar ik denk dat dit heel mooi uitkomt zo. Die verhouding lijkt ook heel erg goed.
Dus die ga ik eventjes klein snijden. Gaan ze door de gehaktmolen. En als je nou thuis geen gehaktmolen hebt, je hebt ook van die keukenmachines om je deeg te maken en dat soort dingen. Daar zit vaak ook een gehakt unit bij in. Waar je dus ook gewoon gehakt mee kan maken of worsten zelfs. En anders koop je zo'n apparaatje. Echt, het valt heel erg mee qua prijs. Dat vet trouwens, dat bewaar ik in het vacuüm. Ik heb allemaal van die vacuümzakjes, kijk. Gewoon vacuüm getrokken, ik heb een vacuümeermachientje. En daar schrijf ik op wanneer ik hem heb gevacuümeerd. En dan gaat hij in de koeling. Week 19, week 18. Het is wel een paar weken houdbaar hoor, in het vacuüm in de koeling. Nou, mijn buffetje ook eventjes portioneren. Nou, als je een gehaktmolentje hebt, dan moet je ook even kijken wat voor een maat mes je erop zet. Dit is een grove, hè. Dit is een kun je het kan zien? Dit is een halve centimeter groot. Als je dat doet, dan krijg je een hele mooie grove structuur. Hè? Een losse structuur, zo moet ik het zeggen, van de hamburger straks. Het is wel een beetje link dadelijk of een beetje moeilijker te braaien. Want je hebt kans dat hij uit elkaar valt, omdat hij zo los is. Maar ik vind dat toch mooi. Hè? Ik vind dat toch mooi. Hij is in ieder geval klein genoeg voor bavet. Dus prima zo. Ik ga er ook alvast een beetje basispeper en zout op doen. Dat doe ik altijd als ik gehakt maak. Je kunt altijd nog nakruiden als je wil. Oké, nou is het een kwestie van mengen. En een beetje zo door de machine jassen. Mooi. Even een tussenstap, jongens. Ik wil me eventjes bemoeien met de mango chutney. Wat hebben we nodig? Een mooie verse mango. Daar zit zo'n grote platte pit in, altijd in een mango. Daar willen we omheen snijden. En dan kun je voelen met je mes. Als die hard wordt, dan denk je van, oh, dat is de pit. Dat gaat in kleine blokjes. Ga ik ondertussen mijn skillet eventjes opwarmen op de braai. Zo gaat dat in no time, dus ik help hem eventjes. Ik ga ook vast even een roostertje wat lager plaatsen, zodat ik veel hitte heb zometeen. Daar doe ik een beetje olijfolie in. Als in een goede, wat zal het zijn, 3 eetlepels. En ik snij ook alvast een rood pepertje. Er mag wel een flinke zijn, zo een. Zonder het zaad. Een rood uitje. Gesnipperd. De pan die is heet, kan ik je melden. En daarin gaat nou mijn ui en mijn peper. Zo'n gietijzer skillet die blijft dus super lang heet, hè? Dik gietijzer. Zo. Daarbij gaat wat bruine suiker. Dit is, wat zijn dit? Een 3 eetlepels, zo'n beetje. En dan komt daar de mango bij. Maar dat af. Kan dat ook met mango uit blik? Jazeker kan dat. De luie kok kan alles. Wat we gaan doen, we gaan nou onze kooltjes een beetje verspreiden onder de roosters. Dus als je hier wat in pookt, dan zie je dus wat er gebeurt. Hè? Kooltjes vallen eronder uit. En je geeft er weer meer zuurstof, dus die vlammen die gaan weer trekken als een dolle. Dus dat is het idee. Ik zet trouwens ook weer meteen nieuw hout er neer, want je moet hem blijven voeren. Kijk, kooltjes eronder. Ja, mijn mango chutney moet een beetje inkoken. Dat duurt om en nabij een kwartiertje. He, dus die wordt wat stroperiger daardoor, door die bruine suiker. En dan gaan we dadelijk eventjes kort met de staafmixer in. En dan hebben we een hele mooie gladde mango chutney. Ja, voor de vaste kijker, die weet het, ik heb ook een wijntje, vaak bij mijn gerechtjes. Dit keer heb ik gekozen, althans heb ik niet gekozen, Wijnhuis Bodde heeft gekozen voor een Malbec. Nou ja, Malbec uit Argentinië, daar komt volgens mij de druif ook vandaan oorspronkelijk. Helemaal geweldig natuurlijk, bij een stukje vlees zoals bavet. Hè? Dus dat rijmt wat mij betreft hartstikke goed. Mocht je de wijn willen bestellen, hieronder vind je de link van de webshop. En je kunt ook een mix maken met allerlei andere wijntjes die ik bij andere gerechtjes heb gedaan. Dus
Kijk er maar eens even naar. Als je wijnliefhebber bent, is dat echt een aanrader. Ik ga de fles vast even openmaken. En er is natuurlijk niks mis mee om hem eventjes voor te proeven. Dacht ik zo. Het is toch al 5:10. Top wijntje weer. Die chutney die is mooi ingekookt. Check. Zie je dat? Mooi stroperig. Ruikt geweldig. Even met staafmixje in. Dan gaan we ons bemoeien met de hamburger. En dan zijn we al zo wat klaar, jongens. Dan zijn we al zo wat klaar. En dan heb ik hier een hamburgerpers, zoals dat heet. Dit is een apparaatje. Daar kun je dus hamburgers mee vullen. Of gewoon op een speciaal gewicht maken, aandrukken, dat soort dingen. Dan pak ik mijn gehakt, althans een deel van mijn gehakt. Even goed aandrukken, dat is heel belangrijk. Nu heb ik hier nog zo'n ding in het mini. Dan gebruik ik dit persje voor om een soort van kuiltje te maken waar dadelijk mijn vulling mooi in past. Dan gaat daar mijn mango chutney in. En dit kun je natuurlijk vullen met van alles. Oké, bijna klaar. Het topje er nog op. Hoppa. Dan is dit als goed is mijn burgertje. Komt-ie. Hoppa. Dikke motherfokker van 3,5 centimeter dik. Goed, ik ga eerst zorgen dat ik veel hitte heb hieronder. Dat mijn rooster goed warm is en goed ingevet. En dat doe ik eventjes met een klein beetje papier. Daar gaat hij, daar gaat hij. Geef mij de gelegenheid om nog eventjes een tomaatje te snijden. Mooie dunne plakjes wil ik. Nog een paar uierringen, maar dan rauw. Wat hoort er bij elke hamburger? Een beetje zoetzuur. Komkommetje, knetterlekker. Ga ik ondertussen een klein beetje olie op de bovenkant van de burger smeren. Omdat het zo'n mooie runderhamburger is, dan mag die dus echt gewoon rood zijn van binnen. Hè? Dus als ik bijvoorbeeld een entrecôte zou nemen, dan zou ik hem best wel 48, 49 kern kunnen hebben. Hè? Dus gewoon rare. Hè? Hetzelfde geldt natuurlijk voor dit mooie runder gehakt op deze manier. Dus 48 kern, dus echt gewoon rood, mag die hebben. Ik ga hem wel een klein beetje draaien, want hij ligt nu dicht bij mijn vlammen. Het is natuurlijk een en al stralingswarmte. Hier zie je dat hij aan het garen is aan de zijkant. Hier aan de voorkant gebeurt niet zo heel veel. Dus gaan we voorzichtig eventjes een slagje geven. He, zie je dat? Hier zie je dat heel goed wat er dus gebeurd is aan die kant. Die is al heel mooi gegaard. En dan gaan we hem dadelijk voorzichtig omdraaien. Ook een groot verschil trouwens met een braaimaster zoals dit is. Als je op zo'n ontzettend hete kolen aan het grillen bent, dan heb je eigenlijk meer hitte tussen de spijltjes dan op de spijltjes. Meestal is het andersom hè, bij een barbecue. Hè. Die spijltjes die garen natuurlijk ook, geeft een bepaalde contacthitte. Een beetje als een smashburger. Dus dit geeft een beetje hetzelfde effect. Heel erg veel karamelisatie door die extreem hoge hitte. Snel bewegende lucht, hè, die rook van die hout gaat er omheen. Echt geweldig. Groot verschil met elke andere barbecue. Hoor. Hier zie je dat. Mooi hè, dat hij hier al aan het garen is. Hier, door die stralingswarmte. Hier nog een beetje rosé, dus we moeten hem een beetje blijven draaien. Maar dat doen we dadelijk als we hem omgedraaid hebben. In 3, 2, 1. Hoppakee. Zo, ik heb een mooi hamburgerbolletje. Lekker zoet broodje. Die wil ik ook eventjes kort roosteren. Dat is lekker, hè? Buitenkant een beetje geroosterd. Dit gaat natuurlijk in no time. En dan hebben we hier wat sla. Lollo Rosso, Lollo Bianco. Goeie dingen. Wow, dat is lekker warm daar. Kijk aan. Pak ik even een bordje bij. Bordje. Slaatje bla. Gaat een bak mayo overheen. En ik doe de mayo altijd bewust aan de onderkant. Voor het mondgevoel. He, dat glad op je tong, dat romige. En alle smaakmakers van ketchup, wat toch een beetje bijt aan de bovenkant van je gemelte. Hoppakee. Hier gaat het burgertje snel op. Als je wilt kun je daar nog een plakje kaas opleggen. Als je dat doet, zoals ik, moet je snel zijn. Want
Nu is hij nog lekker warm en gaat die kaas nog even smelten. Ik heb die cheddar kaas genomen, die smelt wel mee. Augurkjes. Uieringetjes. Zo, dat vind ik allemaal lekker. En dan gaat er als laatste een beetje sweet chili saus overheen. Dat is natuurlijk wel prachtig in combi met onze mango chutney. Zo. En meer moet je hier niet aan doen. Ik wens je nog succes met eten. Zo'n burger, zo'n broodje. Dat is een probleem voor later. Nou ja, vond je dit nou een leuk filmpje? Graag die duimpjes omhoog. Abonneren, al die dingen. Hè? Zou helemaal top zijn. En als je dan abonneert, graag ook dat belletje aandrukken. Dan krijg je een berichtje van mij als ik weer een nieuwe video heb geüpload. Dus dan zie ik jou graag de volgende keer weer. Jongens, ik ga hem proeven. Tot de volgende keer. Kun je het zien? Kun je het niet zien? Chutney, heerlijk. Maken die hap. Serieus.